Wij zijn door het Stimuleringsfonds en het Drenthe College gevraagd om na te denken over de toekomst van de leeromgeving voor mbo-opleidingen. Waar we uiteindelijk op uitgekomen zijn is een interactieve ruimte. Dus een abstracte omgeving waar je eigenlijk je eigen verhaal nog overheen kan projecteren. We kwamen heel vroeg tot de conclusie dat studenten niet heel bewust waren dat ze verschillende leerprocessen doormaken. Dus op deze manier kun je allerlei hoekjes bouwen waar ze groepswerk kunnen doen. Je kan alles openzetten dat ze kunnen presenteren aan elkaar. Je kan eigenlijk constant een andere dynamiek creëren in dezelfde ruimte. Zo hebben we de ruimte ook echt ontworpen. We hoopten dat we in dit traject eigenlijk ook nieuwe ideeën zouden krijgen over hoe we zo'n lokaal zouden kunnen maken. En wat me meteen aansprak is dat Frank, Jan en Caro, net zoals dat ik dat geloof, ook vanuit het eindgebruikersperspectief denken. En in ons geval is dat studenten. Het is heel leuk, heel leerzaam. Ik heb veel ideeën opgedaan. De ervaring in de praktijk van de zorg neem ik heel erg mee. Ik vind het heel wel mooi om te zien. Dat is toch wel kijken van wat kunnen we nog meer doen voor de zorg, ook in technologie, zeg maar. En hoe kunnen de cliënten het best helpen? Je inventariseert met ze allen. Je leert elkaar ook weer opnieuw kennen. Wat hun achtergronden zijn en hun verhalen. De kasten zijn heel positief. En je kan ervan maken wat je zelf wil. Dat je lekker alleen kunt zitten en de kasten om je heen kunt zetten. Dat is gewoon heel fijn. De eerste indruk is dat studenten actief bezig zijn en zich bijna zichtbaar betrokken voelen bij wat ze doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om het eigenaarschap te creëren en om ervoor te zorgen dat ze betekenis kunnen gaan geven aan dat wat ze doen. Wij vinden het leuk om onderdeel te mogen zijn van een nieuwe manier van leren, een nieuwe manier van het ontdekken. Ik hoop dat we veel meer gaan afstappen van lineair lesgeven in de schoolbankjes, waarin heel veel gezend wordt door een docent. En als dat ook nog een beetje in een innovatieve, leuke, spannende ruimte kan, dan sta ik aan, zeg maar. Dan heb je mij erbij.